Leuk dat je kijkt naar deze aflevering van De Verkenners op Vakantie. Als jij ooit naar Israël op vakantie zou gaan, dan wil je natuurlijk wat van het land zien. En daarvoor is het belangrijk dat je meer weet over reizen in Israël. In deze video vertel ik je daar meer over. Ik informeer je over het huren van een auto en ook verkennen we samen het openbaar vervoer. Ga je mee op pad? Mocht je het geen probleem vinden om te rijden in een omgeving die je onbekend is en ook geen hekel hebben aan druk verkeer, dan is het huren van een auto in Israël een goede optie. Je kunt een auto al boeken via internet vanuit Nederland. Let bij het boeken wel even op de kleine lettertjes. Zo is het belangrijk dat, wanneer je van plan bent om wild te reizen, bijvoorbeeld helemaal naar Eilat, ervoor te zorgen dat het aantal kilometers niet is gelimiteerd. En verder is het verstandig om goed na te denken over een geschikte autoverzekering. Het verkeer in Israël is niet voorspelbaar. Een ongeluk zit dus in een klein hoekje. Bovendien is een auto hier echt een gebruiksvoorwerp. Als iemand een deuk veroorzaakt in jouw auto, reken er dan niet op dat er een briefje achter de ruitenwissel zit. Maar ondertussen heb jij wel wat uit te leggen bij het autoverhuurbedrijf. Ten slotte, voor het huren van een auto heb je een creditcard nodig. Zorg dat je de pincode van je creditcard weet wanneer je de auto gaat afhalen. Want zonder pincode krijg jij je auto niet mee. Zo, je hebt een huurauto geregeld en je wil op pad. Een paar tips. Mocht je nog nooit in Israël zijn geweest, zorg dan dat je de weg weet. Daarvoor kun je natuurlijk een ouderwetse landkaart gebruiken. Maar je kunt ook gebruik maken van een navigatie-app. In sommige gevallen is die ingebouwd in de auto. Mocht dat niet het geval zijn, koop dan even een databundel, zodat je een app kunt gebruiken op je telefoon. Een goede navigatie-app is Waze. Waze is oorspronkelijk in Israël ontwikkeld en geeft je behalve de route ook extra informatie. Zo waarschuwt de app je bijvoorbeeld als er gevaarlijke situaties zijn. En ook krijg je van tevoren te zien als er politiecontroles zijn. En dat is erg handig. Bedenk verder dat het verboden is om met je huurauto diep de Palestijnse gebieden in te gaan. Mocht je dat wel doen, dan zijn de gevolgen letterlijk voor eigen rekening. De gebieden waar je niet mag komen met je huurauto worden gemarkeerd door grote rode borden. In die gebieden liggen bekende Bijbelse plaatsen als Jericho en Bethlehem. Mocht je die steden toch willen bezoeken, boek dan een taxi of maak gebruik van het openbaar vervoer. De belangrijkste hoofdwegen door de Palestijnse gebieden, weg 60 en weg 90, zijn met je huurauto wel te bereiden. Weg 60 verbindt belangrijke steden als Beersheva, Hebron, Jeruzalem en Shiloh met elkaar. Weg 90 is de langste weg van Israël. Deze weg begint helemaal in het zuiden bij Eilat en loopt door tot en met Galilea in het noorden. Wat je hier in Israël ook veel tegenkomt zijn checkpoints. Voor veel Nederlanders een onbekend fenomeen. Volg bij een checkpoint de aanwijzingen op van het personeel. In de meeste gevallen mag je trouwens gewoon zachtjes doorrijden. Wat je bij checkpoints en op veel andere plaatsen in Israël ook veel tegenkomt, zijn zogenaamde doekranim. Dat zijn grote ijzeren punten op de weg en die voorkomen dat mensen tegen het verkeer in kunnen rijden. Je kunt met je auto gewoon over de doekranim heen rijden, mits je natuurlijk de goede richting op gaat. Mocht je het toch andersom proberen, dan garandeer ik je dat je een aantal lekke banden krijgt. In Israël zijn twee tolwegen. De Karmeltunnels bij Haifa en Autoweg 6. Bij de Karmeltunnels kun je gewoon betalen bij de in- of de uitgang. De tol van Autoweg 6 wordt automatisch geïnd. Vaak wordt het afgetrokken van je borg nadat je de huurauto weer hebt ingeleverd. Op veel plaatsen in Israël geldt betaald parkeren. Dat wordt gemarkeerd door een blauw-witte lijn op de stoep. Om daar te kunnen betalen moet je gebruik maken van een app, de zogenaamde Pango-app. Die kun je gewoon downloaden op je telefoon, is beschikbaar in het Engels en wordt gekoppeld aan je creditcard en het kenteken van je auto. Vergeet niet om de app te activeren als je een parkeerplekje hebt gevonden, want de parkeerwachters in Israël zijn genadeloos effectief. Welkom in de trein.
Ik zit hier in de trein van vliegveld Ben Gurion naar Jeruzalem. Echt een prachtige verbinding. In maar 20 minuten ben je in Jeruzalem vanaf het vliegveld. Grandioos. Het is een gloednieuwe lijn en loopt grotendeels onder de bergen door. Daarom gaat het zo snel. Het openbaar vervoer hier in Israël is een goede en goedkope optie. Behalve op Shabbat dan, want dan ligt het openbaar vervoer in grote delen van het land stil. Om te kunnen reizen met het openbaar vervoer heb je een zogenaamde RAFCAF nodig. De RAFCAF is vergelijkbaar met de Nederlandse OV-chipkaart. Een RAFCAF kun je kopen op bijvoorbeeld een station en in veel winkeltjes in dorpen en steden. Reis je met de trein, dan kun je een treinkaartje uploaden op je RAFCAF of een papieren treinkaartje kopen op een van de grotere stations. Mocht je een belangrijk deel van je vakantie doorbrengen in Jeruzalem, dan zou je kunnen overwegen om helemaal geen huurauto te gebruiken tijdens de periode dat je in de stad verblijft. Ook voor het openbaar vervoer in Jeruzalem geldt namelijk dat het goed en goedkoop is. En bovendien is het in veel gevallen ook nog eens sneller dan de auto. Veel toeristen willen natuurlijk bekende plaatsen als Ein Gedi, Masada en Ein Bokeh bezoeken. Ook die plaatsen zijn vanaf Jeruzalem prima aan te reizen met het openbaar vervoer. Wil je een reis met het openbaar vervoer van tevoren plannen? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld de Google Maps app of de Moovit app. De Moovit app kun je ook weer koppelen aan je creditcard en dan kun je met behulp van het scannen van een QR-code je reizen betalen. Zo, ik ben gearriveerd in Jeruzalem. Hopelijk ben je wat wijzer geworden van deze video. Geef de video eens een like, abonneer je op ons YouTube-kanaal. En mocht je al eens in Israël zijn geweest, deel dan eens je reiservaringen in de comments onder de video.